down. Oké, laten we nu even serieus kijken wat hierin zit in de mankini. Laten we op de doos even kijken. Het is sowieso een sexy, sexy man. Met getekend okswaar. Is het serieus? Heeft iemand dit erop getekend? Voor mij is het... Nee, hij zit serieus op de, verpakking. Is gewoon okswaar getekend. Het zit er niet op. En dat heb ik zelf dan weer niet. Ja, ik ook niet. Het zit er ook niet bij ofzo. Maar staat op, één mankini inside, body hair not included. Oh, het staat er zelfs op! Er zit geen lichaamshaar bij. Dus dat moet je zelf kijken. Maar ze hebben het er wel opgetekend, dus het is enigszins dat ik denk van, nee. Maar doet de mankini natuurlijk wel meteen denken aan bolas. Moet je even kijken, als je hier de achterkant open doet, dan denk je gelijk van, zo. Heel mooi dat is. Dit is echt wel mooi dat maar dit is ook gewoon de opgefotoshopt. Want dit is erop gefotoshopt, dus met paint waarschijnlijk gedaan. Maar dit is gewoon een naakte man. Dit is echt een naakte man. Dit is gewoon een naakte man waarop ze dit toon denkt van, oh, ik ben zo, hier zo, hier zit allerlei, dan gaat het zo. Ja. Chill. Ja. We gaan hem openmaken. Maar ik moet wel zeggen, dit doet me natuurlijk wel meteen denken aan Borat. Ja, de Borat bikini. Maar zo noemen ze hem niet, ze noemen hem de mankini. Ja, maar dat is copyright, weet je, anders kan ik hem wel zo'n shit. Ja, en het is ook meteen een vrouwenvriendelijk product, dat moet ik wel meteen zeggen. Maar als hij Borat bikini op had gestaan, was hij sowieso duurder geweest dan 5 euro. Maar het is geen vrouwkini, en dan vind ik dat persoonlijk wel weer kwestie. Als een vrouw het aanstelt. Oké, we gaan hem openmaken. Ja, maak hem open. We vinden hierin één mankini. En verder? Helemaal niks, geen boekje, niks. Nee, je zit hier wel. 80% polyester en 20% elastan. Spandex. Lekker. Out of the blue kilogram bij Noordam 28 Germany. Ach zo, onze German. Zat er verschillende in Spaans. Oké, terug naar het ding. The fuck. Hoe de fuck werkt dit? Wacht. Het lijkt gewoon op een onderbroek voor een hele dikke vrouw. Ja, misschien is het is je moeder string. Het zou trouwens serieus wel zien zijn, maar volgens mij is dit is voor de kruis. Ja, daar moet mijn penis in. Ja. Ja. Jammer. Verder snap ik het ook niet. Dit is zo kut, dan heb je hem aan en zit dit in je reet. Dus dit, dat is kietelt hoor. Lekker in je ik weet niet of jullie wel zo'n ding in je reet hebben gehad, maar dat is gewoon niet plezant. Dagelijks, ja. Dagelijks. Echt dol. Hoort het zo? Wat? Hè? Nee. Misschien dat je hem zo als bretel kan krijgen. Ik zit even te kijken waar die piemel naar moet. Hey, je kunt ook als elastiek gebruiken. Nee, dat is wel heel elastisch. Zo, als je zo langs gaat schieten. Doe maar niet. Laten we het even uitspreiden. Uitspreiden? Nee, hier moet je piemel, want die zit van het andere stof. Ja, oké, dat is die waar. Van de piemelstof. Oh, dan kan je hem zo erin doen. Als je dan een... Oh nee, wat is dit? Geen grap. Oké, dus de piemel hier, dan is hier. Oh, je kan hem hierin doen. Hier kan je piemel in doen. Is het een piemelvakje in? Een piemelvakje voor je mobiel en zo, voor je piemel. Oeh, gaat ver man. Kijk, ik kan gewoon zo. What? The fuck? Lul. Deze video is lichtelijk allemaal erotisch. Ik zit echt te kijken van, ik moet dit straks aandoen. Ik haat mijn leven. Zin in aantrekken? Ga aantrekken. Ga de badkamer hierna zitten. Ik ga de badkamer en ik ga aantrekken, maar ik ga het niet met plezier doen. Doe het, we moeten de echte test. Rick is de badass die het gewoon gaat doen. Oké, ik ga. Doe het! Ik ga. Let's go. Onze held. Als hij wegkomt. Gaat even duren hoor, dit ding. Nou Rick. Ik blijf even rustig zitten. Ik voel me lichtelijk seksueel geïntimideerd door je verschijning. Hoe voelt het? Ik haat echt mijn leven. Oh, en heb je zonder onderbroek geprobeerd? Ik heb zonder onderbroek echt geprobeerd voor jullie kijkers. Maar er was daar echt een grote hoeveelheid balzak aanwezig. En... Heb je ook zwaar of niet? Oh ja, ja toch wel. Ook zwaar heeft hij er wel bij gekregen. Dit is echt het verste dat ik wil gaan, want het is ook een beetje zo'n haar en zo. Een balzak. Kan je omdraaien? Ik kan omdraaien. Oh man, dit is net als die foto. Ik moet zeggen, dit is wel de beste dinsdag tip tot nu toe. Ik ga vierste man, je hebt een ruimte nodig. Deze moet je sowieso kopen als je een leuk feestje hebt. Tepels eten. Oh mijn vriendin, ik ga het echt uitmaken man, dit is echt balen. Hey, maar misschien, kijk, je hebt vrouwenlingerie. Nu heb je dus ook mannenlingerie. Dit is de revolutie. Voor het mannicisme in de kleedkamer of in de slaapkamer is dit. Rikse man. Weet je, ik ga hier vandaan en doe jij maar gewoon hier eentje het outro. Bedankt voor het kijken van deze aflevering van de dinsdagtip. Ik haat nog steeds mijn leven. Ik moest zo zitten. Hopelijk word ik je goed van betaald. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En mij zie je niet meer terug in deze dinsdagtip. Tot volgende week. 3